Pa wil graag een jojo en George wil graag een trein. Waarom maken ze die schoorstenen toch zo klein? Oh nee, de kerstman verliest zijn cadeaulijst. Waarom zitten die schoorstenen toch altijd vol met roet? Ah, ik zie dat iemand een taartje en een drankje voor mij heeft neergezet. Verrukkelijk. Ho, ho, ho. George, het is echt de kerstman. Ah, hallo jongens. En vertel eens, hoe heet jij? Ik heet Peppa. En wat is de naam van deze kleine, slimme jongeman? Oh, dat is George maar. Leuk om je te ontmoeten, George. Zijn die cadeautjes echt voor George en mij? Dat zou best kunnen. Mogen we ze al openmaken? Nee, je moet tot morgenochtend wachten. Meneer de kerstman, hoe weet u nu welke cadeautjes iedereen wil hebben? Daarvoor heb ik een lijst. Die ik zo te zien verloren heb. Oh. En juist nu ik nog een paar pakjes moet gaan bezorgen. Bij Suzy Schaap, Henkie Hond, Pedro Pony. Dat is makkelijk. Suzy wil een step, Henkie graag een ruimteschip, Pedro een gitaar, Olivia speelgoedmuis, Zoe een bedje en een bal, Kaatje wil graag een springtouw en Kelly wilde graag een trompet. Dank je, Peppa. Heel graag gedaan, hoor. Mooi, dan kan ik nu die laatste pakjes ook gaan bezorgen. En dat betekent dat ik weer door deze nauwe schoorsteen omhoog moet klimmen. Meneer de kerstman, waarom neemt u niet gewoon de voordeur? Galopperende rendieren. Wat een goed idee, zeg. Tot ziens, Peppa en George. Tot ziens. Vrolijk kerstfeest. Ho, ho, ho. Wat gebeurt hier allemaal? Wat een hoop kabaal. En kijk eens naar de troep op de vloer. Straks struikelt iemand er nog over. Daar is iemand al over gestruikeld. O jee, arme papa Big. Kom op, kinderen. Laten we de boel eens opruimen. Maar mama, we spelen poppen dinosaurus. Jullie mogen straks verder spelen, als alles is opgeruimd. Maar het is allemaal troep van George. Nee, je meent het. Dus dit is een van George's mooie jurken. Nee, nee. Misschien is ook een gedeelte van de troep van mij. Goed. Ik help George met opruimen en mama Big helpt Peppa. Dan doen we een wedstrijd. Meisjes tegen de jongens. Goed idee. Eens zien wie het eerste klaar is. Klaar voor de start? Af. Wij gaan winnen. Dacht het niet. Zo. Wat is dit? Teddy! Ik was je kwijtgeraakt. Snel, Peppa, doe Teddy in je speelgoedmand. Zo, nu de boeken. Prachtig. Wat hebben we hier? Dinosaurus. Dat klopt. Een dinosaurusboek. Het is het dinosaurus-uitklapboek van George. Oh. Dit is een Tyrannosaurus Rex. Tyrannosaurus Rex. Precies. Oh, dit is een Brontosaurus. Dinosaurus. Ja. En dit is een Triceratops. Tridasops. Heel goed, George. George vindt de spin aardig. En de spin vindt George aardig. Peppa houdt van theekransjes. Waar zijn alle chocoladekoekjes, papa? Er waren gisteren nog heel veel. Oh, spijt me, mama. Ik heb ze allemaal opgegeten. Stoute papa. George stopt de spin in bed. Tusten. George, wat doe je nu weer? Je moet me helpen met het theekransje.
Rustig maar, Peppa. Oh, papa. Haal hem dan weg. Geen reden voor paniek. Hallo, George. Heb jij de spin gezien? Het is veel te eng. Haal hem daar weg. Je hoeft nergens bang voor te zijn, Peppa. Spinnen zijn heel, heel erg klein en ze doen je niks, hoor. Maar geen zorgen. Papa haalt hem wel weg uit je kamer. Wow! Hij is best groot, vind je niet? Ik haal mama Big wel even. Mama Big! Hallo, meneer Spillebeen. Peppa vindt het al minder eng. Hij vindt het leuk in mijn poppenhuis. Hallo, kinderen. Ik hoor dat jullie een spinnetje hebben gevonden. Ik haal hem wel weg, dan kunnen jullie verder spelen. Mama, vanaf nu heet hij meneer Spillebeen. Ah! Meneer Spillebeen is groot, vind je niet? Peppa en George vinden de spin leuk. Tasta. George stopt de spin in bed. Nee, George. Hij wil graag thee. Hij wil nog helemaal niet naar bed. Heb je honger, meneer Spillebeen? Het is nog ingewikkelder dan ik dacht. De moeder van Suzy Schaap heeft ook een filmcamera. Zij zet de camera zo aan. Oeh, heel goed, Peppa. Dank u voor het aanschaffen van de Movie 3000. Ik ben makkelijk in gebruik en klaar om te filmen. Kan op een of andere manier die stem uit? Dat weet ik niet. Dank u voor het aanschaffen van de Movie 3000. Op Suzy's camera moet je op deze knop drukken om het praten te stoppen. Dank u voor het aanschaffen van... Nu praat hij niet langer meer. Heel goed, Peppa. Wat film ik het eerst? Film mij! Oké, Peppa. Hallo, ik ben Peppa Pig. Kom kijken allemaal. Hallo, ik ben Peppa Pig. Nog eens. Oké. Okay. Even Peppa Pig. Hallo, ik ben Peppa Pig. Nog eens. Even Peppa Pig. Hallo, ik ben Peppa Pig. Nog eens. Laten we nu iets anders gaan filmen. Ik weet wat. Papa Big, jij gaat even weg, dan maken wij een film voor jou. Hierheen! Papa Big moet in de keuken wachten, terwijl mama Big, Peppa en George een geheime film gaan maken. Niet spieken, papa Big. Hohohohoho. We moeten allemaal iets doen. George, wil jij als eerste gaan? Zijn jullie klaar? Mag ik de film al komen kijken? Klaar. Kom maar weer naar binnen. George heeft een film gemaakt, net als Peppa. We kijken eerst naar de film van George. Probeer anders dit, Henkie. Ik ben de boze wolf. Ik eet jullie allemaal op. Zie je? Ja, dat was echt heel eng. Pedro Pony gaat de jager spelen. Hij zal Peppa redden van de boze wolf. Ik ben de jager en... Pedro is een beetje verlegen. Nee, dan komt... Ik zal je wegjagen, jij grote boze wolf. Ga toch weg, stoute wolf. Uitstekend, Pedro. Kelly Konijn zal de oma gaan spelen. Wat is mijn tekst, mam? Een scene. Aan het begin van het stuk word je in de kast opgesloten door de boze wolf. Dan, aan het einde van het stuk, word je gered door de jager. En dan zeg jij... Dank je. Dank je. Dat doe je heel erg goed, Kelly. Iedereen is gekomen om het toneelstuk te zien. Dames en heren, welkom bij ons stuk. Roodkapje en de boze wolf. Eerst zijn hier onze spelers. Nee. Miauw. Nee. Toe,
Denk aan onze spelers. Geen foto's met flits. En nu begint onze stuk. Oma ligt thuis in bed. Maar wie komt daar op visite? Ik ben de boze wolf. Heel goed, Henkie. Oh jee, Henkie is vergeten wat hij hierna moest zeggen. Oma, jij gaat nu Hup de kast in. Hup de kast in jij. De spaghetti is verrukkelijk. De beste van de wereld. Het is te zien dat jullie twee broers zijn. Als twee druppels water. Hoe bedoel je dat? We zijn compleet verschillend. Peppa, George en ik geven straks een poppenshow. Fantastisch. Roep als jullie klaar zijn. Goed, tot straks. Poppenkast, dat klinkt leuk. Heb ik nog tijd voor een bord spaghetti? Mag ik dan misschien ook nog? De poppenkast gaat nu beginnen. Hallo, mijn naam is Chloe. En ik ben Peppa. Help, een dinosaurus. Een enge dinosaurus, help. Oh, wat leuk, ontzettend goed. Bravo. Ik ben ome Big. Hallo, ome Big. Hallo, Peppa. Ho, ho, ho. Hij lijkt erg op jou. Ze hebben mijn buik wel erg groot gemaakt. Ho, ho, wat heb ik lekker geluncht. Ome Big, ga je nu in slaap vallen en snurken, zoals je altijd doet? Wat bedoel je? Papa Big zegt dat je altijd in slaap valt en heel hard snurkt. Zo van... Ho, ho, jouw papa heeft gelijk. Ik snurk inderdaad zo. Oh, papa Big, je had ze dat beter niet kunnen zeggen over ome Big. Ik denk niet dat papa Big en ome Big jullie horen. Papa Big en ome Big zijn in slaap gevallen. Je kan zien dat het twee broers zijn. Wat is er gebeurd? Huh? Is de poppenkast al begonnen? Klaar is, Kees. Je ziet er stoer uit met je zwembandjes, George. Nu ik! Goed. Nu kunnen we in het water spelen. Is het water koud? Het is heerlijk warm. Rustig aan. Jij begon ermee, papa Big. Wow, genoeg gespetterd lijkt me. Wee! Papa, het is leuk om op het strand te zijn. Peppa en George zijn dol op het strand. Iedereen is dol op het strand. Peppa, George, gaan jullie nog met jullie emmer en schep spelen? Ja, graag, mama. Papa, papa, mogen we je ingraven in het zand? Nou... Alsjeblieft, papa. Oh, oké. Yippie! Peppa en George graven papa Big in het zand. Rustig aan. Zo. Jij kan nu niet meer weg. Hoho, mijn hoofd wordt een beetje heet. Mag ik mijn strooien hoed? Nou, zeg eerst alsjeblieft. Mag ik alsjeblieft mijn strooien hoed? Ja, dat mag, papa. Dat is fijn. Misschien doe ik even een klein tukje nu. Peppa houdt de tuinslang vast terwijl mama Big de kraan opendraait. Waar is het water? Wow!
Peppa en George zijn dol op hun poedelbad. Eisjes! Eisjes! Juffrouw Konijn, de ijsverkoopster. Eisjes! Op snikhete dagen verkoopt Juffrouw Konijn ijsjes. Mama, papa! Mogen George en ik een ijsje? Eens kijken. Het is vandaag wel een uitzonderlijk hete dag. Hoera! Mag ik er dan ook een, alsjeblieft? Iedereen is dol op ijsjes. Hallo, mama Big, Peppa en George. Hallo, juffrouw Konijn. Wat willen jullie voor ijs? Mag ik een hoorntje, juffrouw Konijn? Natuurlijk mag dat, Peppa. Dank u. Hetzelfde voor mij en voor papa Big graag. En wat zou jongeheer George graag willen? Dinosaurus. Een dinosaurus? Malle George. Hij zegt altijd dinosaurus op van alles, hoor. Nou, laat ik toch net toevallig ijsjes in een dinosaurusvorm hebben. Dinosaurus. George, eet maar gauw je ijsje op voor het smelt. Dinosaurus. George houdt zoveel van zijn dinosaurusijsje dat hij hem niet wil opeten. Dank u, juffrouw Konijn. Geniet van het mooie weer. George, ik denk toch echt dat je je ijsje moet opeten voor hij smelt en op de grond valt. Oh jee, het dinosaurusijsje van George is gesmolten en op de grond gevallen. Geen probleem, George. We delen papa's ijs wel. Vindt hij vast niet erg. Misschien moet ik toch wat oefeningen doen. Ja, papa. Dan begin ik morgen. Papa Big, je gaat niet morgen pas beginnen, nu. Oh? Geen zorgen, papa. Ik zal je helpen. Oh, oké. Okay. Peppa, zeg maar wat ik moet doen. Jij bent de baas. Wat doen we eerst? Eerst ga je je opdrukken. Makkie. Oh. 1. Oh. 2. Zo. Heel goed, papa. Nu moet je doorgaan tot... 100. Tot 100? Ja. Kom, kinderen. Help me even met de lunch. Ik help ook wel mee. Nee, papa. Jij moet je eerst nog 100 keer opdrukken. Oh. 1. 2. Mama Big, Peppa en George maken in de keuken de lunch klaar... terwijl papa Big bezig is met opdrukken. Papa doet erg zijn best. 9. 10. Ja, 11, ik hoop niet dat hij zich te 12, veel inspant. Ik ga wel kijken. 13. 14. 15. 16. 17. Papa Big, je speelt vals. Je hoort je op te drukken. Oh, er was iets interessants op televisie. Stoute papa. Misschien boekt papa meer succes met mijn oude home trainer. Aha, dat lijkt me leuk. Zo kan ik gaan fietsen en tv kijken tegelijkertijd. Het is onmogelijk. Die fiets maakt te veel herrie. Zo hoor ik de tv niet. Maar je wou toch zo graag fit worden? Wacht eens, je mag mijn fiets gebruiken. Ja, en dan krijg je meteen ook frisse lucht. Papa Big gaat op Peppa's kleine fiets rijden. Papa, dit zijn de trappers. Dit is de rem en dit is de bel. Ja, ja, dank je Peppa, ik weet het. Tot ziens. Dit is de jurk van de koningin. Wat is die prachtig! Kijk, Peppa. Dit is de gouden kroon van de koningin. Wauw! Wat mooi allemaal! Mama, waar is de tv van de koningin? Toen hadden ze nog geen televisie. Geen televisie? Maar ze hadden toch wel computers? Nee, ze hadden ook geen computers. Wat deden ze dan de hele dag? Mama, als ik koningin was, nou, dan had ik zoveel taartjes als ik wilde. Peppa droomt hoe het is om koningin te zijn. Verrukkelijk. Is er nog iets anders wat u wenst, koningin Peppa? Ja, meer taart graag. Natuurlijk.
Doorlopen allemaal. Ik kom op, papa. Papa, ik ben koningin Peppa. Dus buigen als je tegen me praat. Oh, het spijt me verschrikkelijk, koninklijke hoogheid. En wie bent u dan? Ik ben uw papa. Dat lijkt me bijzonder interessant. Ja, het is bijzonder interessant. In welke zaal is dit? Dit is de dinosauruszaal. De dinosauruszaal? George, dit is de dinosauruszaal. Dinosaurus. Waar is de dinosaurus? Hier, ergens in de zaal. Maar ik zie hem niet. Hij is vast heel erg klein. Nee hoor, Peppa. Hij is juist heel erg groot. Wauw. Dit is het skelet van een echte dinosaurus. Dinosaurus. Maak de muur niet stuk, papa. Doe niet zo mal, Peppa. Makkelijk als wat. Oeh, dat was niet de bedoeling. Papa Big heeft een grote scheur gemaakt in de muur. Oh, papa, je hebt de muur stuk gemaakt. Het is maar een klein scheurtje. Het schilderij hangt er toch voor. Kijk. Ik kan de scheur nog steeds zien, papa. Ja, ik haal de spijker eruit en vul de scheur op. Maar maak geen troep, papa. Ho, ho, doe niet zo mal, Peppa. Hij komt al los. Wow! Oh, papa. Nu heb je de muur echt stuk gemaakt. Denk je dat mama het zal merken? Ja, ik ben bang van wel. Snel, George. Wat gaan zij nou doen? Papa, kijk, we zien je. Papa Big moet de muur repareren voordat mama Big thuis komt. Steen graag. Eerst vult papa Big het gat op met stenen. Zo. Daarna stuukt papa Big de muur. Hohoho, makkelijk als wat. En tenslotte verft papa Big de muur. Zo goed als nieuw. De muur is gerepareerd. Susie Schaap, Henkie Hond en Kelly Konijn spelen op de glijbaan. Peppa zit op de schommel. Mama, mama, wil je me duwen? Ben je er klaar voor? Ja, ik wil graag heel erg hoog. Wee! Hoger, mama. Wee! George wil ook op de schommel. Nu mag jij, George. Hou je vast. Ik wil George duwen. Zachtjes duwen, Peppa. Ja, mama. Hou vast, George. Wee! Oh jee, Peppa heeft George heel hoog geduwd. En George is daar bang voor. Peppa, je weet toch dat George hoogtevrees heeft? Sorry, George. Laten we op het klimrek spelen. Hallo, Susie. Hallo, Henkie. Hallo, Peppa. Wee. Wee. Jullie doen het helemaal fout. Kijk, zo moet je slingeren naar de overkant. Let op. 1, 2, 3. Wee! Kijk naar me. Ik vlieg als een vogel. Oh, ik kan er niet uit. Peppa zit vast in de autoband. Het is niet grappig. Nou, het ziet er wel grappig uit.
We helpen je wel even. Peppa's vriendjes helpen haar te bevrijden. Peppa, George, we doen jullie zwemvesten aan. Als Peppa en George op opa Biggs boot zitten, moeten ze zwemvesten aan. Op deze boot ben ik de kapitein. Ai, ai, kapitein. Ai, ai, kapitein. En als kapitein opa jullie vraagt om iets te doen, dan doen jullie dat. Behalve als het iets geks is, biggetjes. Kapitein opa vraagt nooit iets geks. Natuurlijk niet, kapitein opa. George, hijs de vlag. Peppa, luid de bel. Ai, ai, kapitein. Oma Big, aan het roer. Ai, ai, kapitein. Volle kracht vooruit. Vooruit. Misschien moeten we wat langzamer varen, opa Big. Ja, dat is een goed idee, opa Big. Ik wil niet alle brandstof verbruiken. Opa, ik vond hard varen leuk. Komt wel goed, Peppa. We gaan straks weer sneller. Kijk, een andere boot. Dat is opa Hond. Hij neemt Henky Hond mee voor een dagje varen op de rivier. Ahoy daar, opa Hond. Ahoy daar, opa Big. Hallo, Henky. Hallo, Peppa. Opa Hond is de beste vriend van opa Big. Ho, ho, ho. Het verbaast me dat jouw boot nog drijft, opa Hond. Hij moet haast wel zo oud zijn als jezelf. Deze oude boot gaat wel veel sneller dan die lekke emmer van jou daar, opa Big. Oké, ouwe zeehond. Wedstrijdje? Dat win ik dik waterzwijn. Ik zie ze al. Hier zijn de tomaten, mama. Heel goed, Peppa. 1, 2, 3, 4. Goed, doe maar in de wagen. Ik heb de tomaten. Heel goed, Peppa. Tomaten. Dat is één ding van het lijstje. En wat staat er nog meer op? Spaghetti. Spaghetti. Inderdaad, George. Maar het heet spaghetti. Spaghetti. Spaghetti is het lievelingseten van Peppa en George. Waar vind je de spaghetti hier? Ik zie het al. Hierheen. Spaghetti. Kijk, mama. Hier is een spaghetti. Heel goed, Peppa. Doe de spaghetti maar in de wagen. Ja, mama. Spaghetti. George, het heet spaghetti. Spaghetti. Wat staat er nog meer op het lijstje, Peppa? Chips! Chips staan niet op het lijstje. We hebben nog genoeg chips thuis. Raad nog maar een keer. Ik ben het vergeten. Weet jij het nog, George? Dinosaurus! Dinosaurus? George, er zijn geen dinosaurussen in de supermarkt, hoor. Nee, George. Het volgende op de lijst is uien. Uien! Nu weet ik het weer. En hier zijn ze. Heel goed. 1, 2, 3, 4. Uien! Heel erg goed. We hebben nu bijna alles gehad. Er staat nog één ding op het lijstje. Bedankt allemaal. Graag gedaan, Peppa. Ik wist niet dat Teddy een meisje was. Oh, papa. Natuurlijk is Teddy een meisje. Ik vind mijn jurk heel mooi. Bedankt allemaal. Graag gedaan, Teddy. Maak hem niet vies, hè? Weet je wat er nu gaat gebeuren, Peppa? Ja. Mijn vriendjes komen op mijn verjaardagspartijtje. En papa gaat voor ons goochelen. Hohoho, niemand zal weten dat ik de goochelaar ben. Jij stelt me voor als de magnifieke Mysterio. De manke Stereo. Ja, de magnifieke Mysterio.
Papa is al de hele week zijn goocheltrucs aan het uitproberen. Mijn vriendjes zijn er! Jippie! Hier zijn Peppa's vriendjes. Kaatje Kat, Suzie Schaap, Henkie Hond, Kelly Konijn en Pedro Pony. Hallo allemaal! Gefeliciteerd, Peppa! Nee. Kom kinderen, het feest gaat beginnen. Papa Big gaat goochelen. Peppa, je weet nog wat je moet zeggen, hè? Dames en heren, hier is hij dan. De magnifieke Mysterio. Oké, papa. Dames en heren, hier is goochelpapa. Hoera! Mijn eerste truc. Abracadabra. Oh. Wauw, het is Teddy. Voor mijn volgende truc heb ik een assistent nodig uit het publiek. Ik. Ik hoef er maar één. Jonge dame, jij was de eerste. Vertel het publiek eens hoe je heet. Suzie Schaap. Oké, Suzie. Hier zijn 3 ballen. Een rode, een blauwe en een gele. Oké. Nu moet jij er eentje uitkiezen, terwijl ik omgedraaid sta. Oké.